Is mediaondernemer Edwin Tromp. Hij is CEO van een bedrijf dat filmpjes produceert voor Facebook en Instagram van beroemde voetballers zoals Memphis Depay, Clarence Seedorf, Robin van Persie en Arjen Robben. Het bedrijf van Tromp heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Madrid en Londen, waar we vandaag met Edwin op bezoek gaan. Ons bedrijf vertegenwoordigt 60 voetballers. Die spelen eigenlijk in alle grote leagues in Europa. Wij helpen ze met hun social media. Dus die jongens hebben miljoenen volgers. Echt tientallen, sommigen wel 30 miljoen volgers. En wij helpen hen, voor zover ze dat nodig hebben, zeg maar, met leuke content. Dus dat kunnen wedstrijdbeelden zijn, of dat we matchday posts voor ze maken. Of fotografie, of als ze een transfer maken. Zeg maar, wij helpen ze, zeg maar, op de achtergrond, zodat het leuk is voor de fans om zo'n pagina te volgen. Dit bedrijf is 5 jaar geleden begonnen. Toen was het echt voor een 3-4 spelers, zeg maar, aan het helpen voor het social media stuk, toen de tijd nog. En toen is het best wel hard gegroeid. Ik ben er zelf vorig jaar bij gekomen. Eigenlijk met het plan om het meer echt naar een mediabedrijf te krijgen. Dus dat we het internationaal konden maken. Dat we ook internationale spelers erbij zouden halen. Dat we meerdere kantoren zouden hebben. Om ons echt als een groot volwassen mediabedrijf neer te zetten. Dat is ook mijn achtergrond. Ik kom ook zelf uit media. Dus ja, ik vond het te gek, zeg maar, dat ik erbij kon komen. Dus ik ben niet alleen de CEO, maar ook een van de investeerders. En ja, ik ga elke dag fluitend naar mijn werk, weet je. Of het nou hier in Londen is, of in Brussel, of in Madrid. Of als ik spelers bezoek in andere landen. Ja, dat is toch gewoon een jongensdroom die is uitgekomen. Ik vind dat echt te gek. Nou, dit is een selectie van de spelers die wij vertegenwoordigen. Er zijn er eigenlijk nog veel meer, maar dit zijn even een aantal foto's ervan. Maar bijvoorbeeld Clarence Seedorf, Aubameyang, Bessie Sneijder, Di Maria van Paris Saint-Germain, Kyle Walker van City, Mignolet, Timothy Vosomensa, Strootman natuurlijk, Thomas Vermaelen bij Barcelona, Ricky Karsdorp, Robin van Persie, Arjen Robben. En dit is ook wel leuk, Luc Shaw, daar gaan we vanmiddag naartoe, in Manchester. We gaan een content shoot met hem. Vind ik wel leuk.